Matthäus, doelpunt. Tikje kwam van Bijn. En de Duitse ploeg staat met 1-0 voor. Het eerste doelpunt sinds het WK. In ieder geval mooier dan de doelpunten in de kwart, halve en hele finale. Tikje van Bijn. Matthäus kon vrij aanleggen. Was lichtelijk voorspelbaar. En Bertie Vogt staat voor het eerst in zijn loopbaan als bondscoach met 1-0 voor. Silvino kon niet aan de bal komen. Mooie opname. Niet meer onder de knie hoeven te krijgen. Portugees is trouwens ook niet. Bremen. Bremen verspeelt de bal aan Cadete. Ja, dat is een dure misser. Cadete, Aguas. 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 Goal! 1-1. Hele mooi afgemaakte doelpunt van Rui Aguas. Kans weggegeven door Bremen. De Latijnse klasse van Cadete komt dan opeens boven. Het tectonische regime geblokt. 1-1. En dat had de wedstrijd natuurlijk wel nodig. Nog een keer de Tartonen tegen de Latino's. Heel mooi paasje op Aguas. Ilkner uitgespeeld en ook nog Boegwald. En Aguas kort, slim. En daarmee is de stand weer 1-1. Weer gelijk. Bertholdt. En Ilkner. En dan kan alles weer open worden gegooid. Stand is 1-1 in de 12e minuut na de pauze.